Stella, kniepertjes. Heel eenvoudig, komt uit Drenthe. Er komen een paar dingen samen. Ik gids ook in de stad, gewoon voor mijn plezier. Ik ben bij het Gilde ingeschreven. En ik had een maand geleden had ik 3 dames uit Hogeveen, Drenthe. Ja. En toen had ik al de gedachte, die moeten we toch eens zelf erop zetten. En alle 3 in koor, ja, die maken we. En dat zijn recepten van moeder en van oma. En ieder deed het toch op zijn eigen manier. Wat zij erbij vertelde, de kniepertjes in Drenthe, die worden niet met roomboter gemaakt. En ik dacht, ja god, die Drenthe zijn zuinig. Maar er waren geen koeien in die provincie. Oh. Want het is heide, zand. Ja. In Friesland wel. En in andere delen van het land, maar daar niet. Dus ze hadden geen boter. Kniepertjes in Drenthe werden, en nu minder natuurlijk, met margarine gemaakt. Dus ik heb dat met die dames besproken. Ja, ze maken ze allemaal het recept van oma. En oma, bij een van die dames, die zei, mijn oma deed er ook een scheutje never in, maar ze wist niet waarom. Ja, dat deed ze, dus doe ik het ook. Een glaasje gewoon. Ja. Zij dacht dat het luchtiger werd, maar ik denk dat dat is gewoon een gebruik. Hè? Gewoon, ja. Ja, nu kom ik even op Laura. Laura heeft een paar weken geleden een boek gepresenteerd. Nederland kookboek. Zeeuwse bolussen, Friese duimkes, zuurvlees. Ze is bij Dick Soek geweest, bij Nelschelkes. Het ene, dat is allemaal leuk. En ze was bij het Bakkershoes in Orvelte, kniepertjes. Die mevrouw heeft ze gemaakt. En deze mevrouw legt ze over een schaal. En daar was ze heel stellig in, zo hoort het. Ze gebruikt natuurlijk margarine, ja. Want dat is de traditie. Ik hoor van Laura, door het jaar heen maken ze plat. En met oud jaar rollen ze op en dan gaat er een beetje slagroom in. Oh, oké. Nou, dat gaan wij dus. Wij gaan een paar platten maken en we doen een rolletje om een rolstok heen en we proberen een horentje te maken, zodat het misschien een klein dessertje wordt met wat ijs. We gaan kijken of dat lukt. Ik ben op onderzoek gegaan op internet en in boeken. Alhoewel in vakboeken staat het natuurlijk niet. Het is echt iets wat mensen thuis maken. Ja. Maar het komt, zowel het recept van Laura als van mij, of die ik op internet vind, komt op hetzelfde neer. En dat is 170 gram bloem, 170 gram basterdsuiker, 85 gram gesmolten boter, dus de helft van het voorgaande. Een eetlepel vanillesuiker, dat is bij ons dit, hè? Dus die heb ik er maar even bij, geen zakje vanillesuiker, een ei. En de boter wordt gesmolten, dus dat het een... En een beetje zout, ja. Precies. Er is nog een verschil, er zijn 2 varianten. In het boek De Banketbakker staat die ook, maar ik doe er wat water aan toevoegen, zodat die in de spuitzak kan. Want ik heb al een beslagje klaar liggen, daar kom ik straks op terug. Dat is er altijd, in de vriezer of in de koelkast, onbeperkt houdbaar. Dus kniepertjes, hup, apparaat aanzetten en je hebt ze. Okay. In het boek van Laura wordt er geen water gebruikt, dat mag ook. Dan worden de knikkertjes gerold, die gaan ertussen en dat wafeltje is iets dikker. Doe je er wat water doorheen, dan wordt het een heel dun wafeltje. Het is wat je zelf wil, hè? Ja. Ik ga deze boter even in de magnetron smelten. Dit beslag, of dit recept kun je toch ook gebruiken voor ijshorentjes en wafels, stroopwafels of zo? Het is heel kwetsbaar. Dit is trouwens een stroopwafelijzer, maar dat wafeltje, dat is te kwetsbaar om zo in je hand... Ja. Het is zo dun. En een ijswafel is van veel steviger gemaakt, maar het komt op hetzelfde neer. 170 gram basterd. We gaan even naar de boter kijken. Ja, Nou. Gesmolten boter. 170 gram bloem. Ja, basterdsuiker natuurlijk. Vanillesuiker, nog een klein beetje, lekker. Zo. Ja, roer maar door met je... Ja, het is heel simpel, hè? Het is 2 delen suiker, 2 delen bloem, 1 deel boter, 1 deel water. Ja, heel simpel. En ik had een snufje zout, heb ik niet laten zien, op de boter. Okay. Ja? 170 gram basterdsuiker, 170 gram bloem. Hier zit een snufje zout en de gesmolten boter. Ik heb hier het ei en hier het water. En dan heb je nog extra
2 eetlepels of 10 gram vanillesuiker. Juist. Dat is kristalsuiker. En dat was dit. Dat is gewoon kristalsuiker, heel goed. Je doet in zo'n pot kristalsuiker. Op dat recept mag het best. Dat is niet erg dat je daar alweer even een klein beetje kristalsuiker bij doet. Wel, tuurlijk. Een eitje. Roer maar goed door. Terwijl jij aan het doorroeren bent, Stella, moet ik er toch iets over vertellen. 12 jaar geleden voor het boek De Banketbakker maakte ik kniepertjes. Ik denk, boter erbij nu? Ja, ja, ja. Dit noemen we optioneel. Er zijn, dat hoeft niet, hè, maar ik vind het leuk. Die mevrouw zegt, dat kan. Hè? Je lever erbij. Een glaasje. Een half glaasje. Het staat nergens. Ik vind het leuk om even te doen. Dit is 85 gram water. Toen ik ze 12 jaar geleden, dat weet ik nog heel goed, ging maken voor het boek De Banketbakker. En ik schafte toen dat ijzer aan bij Duikelman. Toen dacht ik, ja god, water. Ik wil het altijd lekkerder maken. Ik doe melk. Oh ja. Fout. Want ze zaten vast. Het wafeltje. Dus ik snap het wel, later. Want ik vroeg weer aan iemand die er verstand van had. Heel voorzichtig doorroeren hoor, want anders wordt het een rommeltje. Ik vroeg hoe dat kon. Nou, in melk zit eiwit. Ja. En dat gaat binden. Dat... Nou, dat gaat stollen. Ja. En dat zit vast aan je wafelijzertje. Nou, dit is het beslag. En dat laat je een dag staan. Omdat het een dag moet blijven staan, hebben we het al. Ja, het moet rijpen. Voor, hè, gemaakt. Ik heb het al, maar het moet gewoon rijpen, snap je? Het moet gewoon familie worden. Altijd, bijna alles wat bakkers maken, dat moet rusten en rijpen en smaken moeten op elkaar inwerken. Mooi, mooi beslag. Een mooi beslagje. Het vloeibare aspect komt door dat beetje water, hè? Ja. Voordat je dat water erbij deed... Na afkoeling hadden we de knikkertjes van kunnen rollen, snap je? Dat is een methode en dit is een methode. Ik vind dit nu even makkelijker. Okay. Dit gaan we een dag wegzetten, maar jullie snappen het al. Ik zeg het maar eerlijk, deze spuitzak ligt zo in de diepvries. En daar zit hetzelfde beslag in. Een wafelijzer. Ook te gebruiken als stroopwafels. En kijk, ik spuit er een bolletje op. En dat gaat om seconden, Stella. Heel snel. Even kijken. Nee. Als je deze dingen gaat bakken, dan smeer je hem in met boter. En daarna hoeft het niet meer. 1 keer maar, voordat je hem gebruikt, even wat boter. Heb je dat vandaag al gedaan? Even wat boter in kwasten. Ja, dat deed ik. Oké. Ja, dit is een beetje vuurvaste handen hebben. Oké. Kijk. Ik doe eerst even de rolstokjes variant. Zie je? Onmiddellijk wordt die krokant. Ja. Nee, je hoeft niet te drukken. Het beslag is zo dun. Ja, wat zal het zijn? 30 seconden? Ja. Nog niet eens. Nee. Niet eens, hè? Nee. Kijk, we doen even de platte variant. Zo. Kijk, gewoon dichtvallen. Niet nog eens, dan worden ze te dun. Dit doen ze met oudjaar. En dan mag er een beetje slagroom in. En als je een horentje wil, waar doe je dat dan op? Dat gaan we proberen. Dan gaan we even kijken, heb ik niet geoefend. Dus ik probeer nu een horentje, een soort ijshorentje te vormen. Doe jij nou eens wat erin spuiten? Een bolletje in het midden. Dat is een grote. Oké. Kijk, je hebt heel even de tijd. Lukt het? Ja. Zie je? Daar wordt achter heel gauw, koelt die af. Dit is wel warm, maar het is ook niet zo, het is niet heel ernstig. Dus hier brand je je handen niet aan, dat koelt zeer snel af. Je moet hem even vasthouden. Dit is een variant. Doe nog maar even het rolstokje. Hartje. Plat, horentjes, zie je, wijder, kleiner. Het oudejaarsknippertje en gewoon een bezemsteeltje. Een paar seconden hou ik hem in de hand, Stella. Wacht ik langer, dan vormt hij zich niet meer. En als ik te snel ben, dan valt hij uit elkaar. In de banketbakkerij hadden we vroeger roomhoornpennen. Je kan je voorstellen dat je een puntig apparaat hebt waar je hem omheen kan vouwen. En eventjes
2-3 seconden vasthouden. Maar we hebben hier alle varianten. De doordeweekse vorm in Drenthe. Het ijshoorntje is even van ons. Dit is het oudejaarskniepertje. Ik heb hier slagroom. Nou, Stella, we zullen het maar even... Als hij nog heel heet is, dan is het... Nee, maar dat is hij natuurlijk niet. Kijk, ik doe er wel een bolletje ijs in, maar ik doe hem eerst vullen met slagroom. En dan, dit is biologisch ijs van Albert Heijn. We hadden het even niet zelf voorhanden. Kijk, en dit noemen wij in Amsterdam de Van der Linde variant. Ja. Je kent het ijsje van Van der Linde. Dat is heerlijk. Er zit slagroom onder en overheen. Dus ja, ik heb hier eerst een beetje slagroom ingespoten. Toen een bolletje ijs. Maar nou, dit is dus niet te vergelijken met het ijs van Van der Linde. Nee, maar dat had ik even niet... Maar dit is toch goed ijs, hoor. Ja, nee, het beste ijs wat Albert Heijn in huis had. Maar een bolletje ijs zo in een horentje, oké, het kan wel, maar het begint gelijk te smelten. Stel je voor dat je dit als dessert wil doen met nog een horentje met sorbetijs, dan is het leuk om dat te vatten in een beetje slagroom. Heb je nog meer trek? Er staan op FoodTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.